zover wat wij, als het museum in elkaar steekt. Het is begonnen 18 jaar geleden, meneer Van Leeuwen. Die was een gepensioneerde architect die is huisjes gaan bouwen. En nou, dat was het begin. Hij is met houten huisjes begonnen. Nu ziet u ook huisjes die dus gewoon gebouwd zijn met hardhout en met kunststoffen. Zodat ook alles in een betere staat blijft over langere tijd. U ziet nou ook dat de huisjes op betonnen ondergrond staan. Vroeger stond alles in het zand. En dat betekende toch dat het onderhoud na 24 keer schilderen, dan was het onderhoud wel gebeurd. Nu wordt gewoon per jaar 10% van alle huisjes worden door onze vrijwillige kunstenaars in de werkplaats onderhouden of opnieuw gebouwd als dat nodig is. Turf instoken, deze daar kleine partjes mee. Deze kleine partjes turf afsteken, deze met een bot. En vroeger was het ook zo dat de mensen zagen veel dingen in de natuur. En als een boer, als je dit zag in zijn boomgaard, dan zaagde hij het uit de boom en hij hoefde mooi geen veel hooivork te kopen. Hè. Mensen zagen dingen in de natuur en die gebruikten ze dan ook. Vastpakken. Koren is een verzamelnaam, hè, van gerst, rogge, mais. Koren kun je niet vastpakken, dat is een misverstand. Nou, dit is gewoon een heel klein brandmerk. En het komt uit de regio Balen, Nassau, Balen, Hertog, waar ook het vee wel eens liep op over Nederlands en Belgisch grondgebied. En toen wilden ze op een gegeven moment toch het vee merken. Toen hebben ze, als u mag hem dadelijk best even vastpakken, ziet u HG of HC staat er. Dat is niet zo heel duidelijk te onderscheiden. Maar in ieder geval, die werd ook gloeiend heet gemaakt en dan bij de koeien, net zoals ik bij u, op de dikke teen doe, werd het dan op de dikke teen gedaan, maar er zat het meeste hoorn en dan was het ook vrij gevoelig. De Brabantse platte buizen aan de buitenkant, hier in het midden ziet u een Belgische platte buis. Als we straks in het binnenmuseum komen, daar in de boerenwoonkamer, daar staat nog een veel mooiere uitvoering als deze. Maar u kunt een Belgische platte buis altijd onderscheiden van een Nederlandse platte buis, want de Belgen waren de eerste die in maai gebruikten. En ze waren ook de eerste die een overtje hadden. Dus die Belgen waren ze dom scholen zijn. En dan zeg ik altijd, als jullie papa nou een schilderijtje wil ophangen, dan pakt hij de blik en dikker en dan is het prrt en dan is hij klaar. Hè? Mijn vader moest het edele handwerk, die moest gewoon draaien. Vroeger moest hij altijd de kachel branden bij de meubelmaker. En waarom? De meubelmaker moest altijd kleine porties lijm maken. Nu hebben wij een tubetje en dat houdt zich gewoon, die lijm. Oh, ja. Maar vroeger moest je met beenderlijm, moest hij gewoon iedere keer kleine porties lijm maken die hij dan gebruikte. Dus hij had zomer en winter altijd de kachel nodig. Had hij nou een klein klusje, dan deden de dames, kennen dit, hè? Het Aubert-Marie systeem, een beetje water, warm water, potje erin, kleine klusje. Hier ziet u nog de horizonpas, een van de eerste. Kijk, hij moest dus gewoon perfect recht staan, want dan kwam die niet. Ziet u? Ja. En de waterpas. Weet u, heren, wanneer de heren de waterpas zijn gaan gebruiken? Enig idee? Nee? Nee? Toen ze goed een glaasje konden kijken. Als u met de kinderen of de kleinkinderen op de kermis komt, waar ook in Nederland, van Rens Joosse krijg je de enige echte originele Oosterhoutse kaneelstok. En de enige echte Oosterhoutse kaneelstok wordt ook alleen in Oosterhout gemaakt, in de suikerwarenfabriek van Rens Joosse. Hij heeft ze pas verkocht, maar het draagt nog zijn naam. Hier op 52 en op 53, ja? Daar woonde Mooie Keetje. En Mooie Keetje is heel bekend in Oosterhout. Daar kunt u ook allerlei souvenirs van kopen. Maar Mooie Keetje was een verrekte mooie meid. En die woonde bij haar moeder in Hotel Hildebrand. Ja. En naderhand kwamen er zoveel soldaten, en de koning Willem 1 en koning Willem 2, en de mensen die deden hier op de buitenkant, deden ze gewoon hun oefening. En naderhand heeft Mooie Keetje op een dezelfde koppelbaas bijgekregen. Met een prachtige tuin erachter. En als je het overhoudt, dan is de muziek. Het verhaal van Mooie Keetje kunt u ook lezen. Ik weet niet of iemand van u het boek kent, Camera Obscura. Camera Obscura van de bekende, ja, dat was zijn schrijversnaam Hildebrand, maar het was een hele bekende Nederlandse schrijver, Nicolaas Beets. En Nicolaas Beets heeft in zijn bekende boek Camera Obscura ook een stuk geschreven over een Mooie Keetje uit de Oosterhout. De vee van de koppelpaarden, bij alle fietsers uit de regio bekend, bij Kees en Betje. Ja. Bij Kees en Betje. Het is helemaal verbouwd. Ja, het is achter waar de tennisbanen waren, daar komen nu nog drie stadsvilla's. Maar als u een paar miljoen over heeft, dan kunt u het kopen. Oh.
klopt. Ja. Aan de voorkant is het authentiek gebleven. Veldkruis, maar het was ook nog een speciaal kruis. Weet u hoe de boeren dit kruis noemden vroeger? Het Hagelkruis. Ja, en er werd ook een gebedje bijgehouden, dus voor, dat de oogst door de hagel niet zou vernield worden, et cetera. Ja, en hij had nog een tweede betekenis, want wat je ook vroeger gebeurde, als mensen de weg vroegen, dan zeiden ze, ga bij het Hagelkruis daar links of rechts af. Hij werd ook nog gebruikt als een soort richtingaanwijzer. Deze? De hoog van de toren blazen. Ja. Ah, de blammetjes blazen. De jongens blazen. De bloemen blazen. Ah, het water Ja, jij staat hier eigenlijk in een hele bijzondere hoek. Jij bent ook een bijzondere vrijwilligster. Want ja, jij staat hier voor een vitrine met allerlei handvaardigheid. Ik zie mutsen, ik zie van alles en nog wat. Wat heb jij met deze dingen? Lerares NS, dat is een handwerk... akte. Oh, kijk. Tegenwoordige THTX. Ja, kijk, dat verklaart veel. En ja, ik vind dus al het kantwerk vind ik heel erg leuk. Ook leuk om te doen. En ik heb dus die... Die kantklossen, deze schilderijen heb jij gemaakt? Die heb ik gemaakt. Nou ja, je loopt hier als bezoeker langs en dan kijk je, maar dat weet je helemaal niet. Hè? Ja, ja. Als je goed kijkt, nou zie je inderdaad, Annemiek staat erbij. Ja, Annemiek. Ja. God. En dat zijn dus de Grote Kerk, Sint-Jan en de Heilig Hartkerk en het kapelletje bij Stadje Limburg in het park. Oh, leuk. En die heb ik dus. Ja. En deze mutsen, die zijn allemaal vuil binnengekomen. Die heb ik allemaal gewassen en gesteven. Kan je die zo gewoon in de wasmachine? Nou, die poffers die kunnen dus niet, de mutsen ook niet hoor. Die kunnen ook niet in de wasmachine. Die gaan in een pannetje met water en groene zeep. Oh. En dan worden ze gekookt. Dat is een katoen, dus dat kan tegen koken. Ja. En dan de borrelbeweging is eigenlijk de wasbeweging. Oh. En, zo daar gaat het vuil eruit. Ja, heel voorzichtig kunnen ook nog wel, maar het zijn heel kwetsbare dingen. De bovenste die hebben dus niet gedaan. Die is dan niet gedaan. En die onderste dus die wel. Oh, en dat is een kleurverschil. Dus het verschil zo. Van kleur. Dat is echt een kleurverschil. Maar deze is heel erg breed en daar zit nog eens apart op. En, En heb je wel het idee dat je die nog eens gaat doen? Misschien nog wel. Ja, niemand anders kan dat, hè? Nee, dat is zo. En het is, ze worden er toch wel erg mooi van. Maar wat een werk zeg. Maar de mutsen heb ik dus allemaal al gehad. Ja. En die kroezel, dat gaat niet, want dat zijn zoveel kleine bloemetjes. Nee. Dat kan niet. Nee. Heb je ook verstand van die mutsen? Los van het hand, gewoon van waar ze vandaan komen? Of, een vriendin van mijn moeder, die had die verzameling zelf. Oh. En dat was mevrouw Van Dort van Deurzen uit... Teteringen. Ja. En die heeft dus ook een boekje geschreven over de Brabantse mutsen. Oh. En daar heb ik dus ook... Wat wil je nog meer erover? Ik ben dus begonnen in de werkplaats met de huisjes restaureren. Oh, ja. En daarna ben ik dus mee rond gaan leiden. En de kassadienst. Gastvrouw. Gastvrouw. Ja.
En toen ben ik mee in gaan richten en, ja. Met de tentoonstelling. En, ja. En Jet en Jan? En Jet en Jan doe ik. Doe jij? En, ben kortom, heel veelzijdig inventarisatie. Ik ben eigenlijk, heel veelzijdig. Multi-inzetbare vrijwilliger. Een van de vele multi-inzetbare, maar jij bent de speciale. Jij versiert het liefst de duizendpootjes. Ja, duizendpootje, ja, oké. Okay. Ja, nou, dank jullie daar, als ze daar zijn, best net goed. Ja, want even die polletjes. Ja, maar dan gaat je wel opstaan. Toch? Ja, je blijft schaduw houden, toch? Je blijft schaduw houden. Ja. Maar wat ga je nou fotograferen? Deze. Oh, de tafel. De tafel. Ja. Nelly, wat ben je aan het doen? Wij zijn objecten aan het fotograferen. In verband met de inventarisatie van het museum. Oké. Okay. En waarom doe je die inventarisatie? Ja, dat, misschien weet... Annemiek, dat dan wel? Voor de museale erkenning. En, het is gewoon veel makkelijker. Het is tegenwoordig. Het is allemaal wel geïnventariseerd, maar het staat allemaal door elkaar. Ja. En als we het dus invoeren in de computer. Maar dat in het weekend. Ook, je doet een dag. Weekend. Ja. Ja. Weekend. Oké. Okay. Ja. En je weet inmiddels in dat jaar al iets over het museum? Ja, een beetje. Ja, ja. Heb je speciaal iets waarvan je zegt van, nou, dat doet me wat? Dat denk ik ook thuis nog wel eens aan. Nou ja, de woonkamer, hè. Ja, de woonkamer. Bij mijn oma zag het er ook zo uit. Ja? Dus dat zie je wel dingen die, die je van vroeger kent. Ja, ja. Ja, dat is wel leuk om te zien. Ja, ja. Hartstikke leuk. Ja. En net zoals nou met de inventarisatie, ja, dat is weer iets heel anders. Dat is iets heel anders. Welk deel zijn jullie aan het inventariseren? Wij zijn aan de woonkamer. Oh, je bent aan de woonkamer? Ja. Nou, dat is dan hartstikke leuk. Ja. Er komen alle voorwerpen, dat soort dingen in je druk. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay. Ben je nog van plan om het te blijven doen? Ja, ik wil wel hier blijven, ja. Nou, en wilt u inzetbaar ook? Ja, dus, daarom. Het museum is hartstikke blij met jou. Ja, nou, ik ook. Oké, okay, dankjewel. Willen we erin? Hoe was jouw naam ook alweer? Anna Krenk, ja. Jij verkoopt kaartjes? Onder andere. Ja, want wanneer kom je altijd op het museum? Op donderdag. Op donderdag. En jouw hoofdtaak is dan? Is hier achter de toonbank. En als er gasten of mensen komen, koffie of thee inschenken. Ja, ja. Oh, je doet ook het winkeltje? Ja. Ja, oh, leuk. Vind je dat leuk? Ja, het is ook erg leuk om met mensen om te gaan die hier zitten. Ja, ja, nou is natuurlijk op dit moment is het rustig, hè? Ja, want hoe lang werk je hier al? Nog niet zo lang, vanaf april. Oh, vanaf april. Ja. Maar je hebt al wel een zomer gehad. Dus, ja, slechte zomer. Ja, ja, ja. Ja, maar je, ik kan me voorstellen dat het leuker is als er veel mensen zijn. Is dat, wisselt dat erg op donderdag? Dat kan ik eigenlijk. Maar je hebt misschien, ik zag jou in dat dikke boek van Oosterhout lezen. Ja. Dus je hebt misschien wel interesse ook in het verleden. Oh, dat was altijd leuk. Ja, ja, geschiedenis van nu van Oosterhout, maar dat kan ook iets anders zijn. Ja, ja. Is het leuk? Ik vind het enig op te komen. Ja, oké. Het is echt. Het is leuk om te horen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dat is heel belangrijk ook. Ja, want anders dan ga je met tegenzin. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? Nee, nou, hartstikke leuk. Ja, nou, ik denk, je bent op donderdag de enige vrouw, hè? Ja. En, dus je bent echt in de mannenwereld op donderdag. Nou, daar merk ik niet zoveel van. Heb je geen last van. Nou, oké. Hartstikke bedankt. Ja, ja. En veel plezier. Ja.